Waarschuwing. De volgende verhalen kunnen nogal erg angstig zijn. Kan je niet tegen enge verhalen, dan raad ik je toch aan deze video even niet te kijken. Dankjewel. Dag dames en heren. Leuk dat jullie weer kijken naar deze video. Deze video wordt iets anders dan normaal. Ik ga jullie namelijk vertellen over het beroemdste spookhuis van Nederland, Sas van Gent. In deze podcast vertel ik over de geschiedenis, de bouw en uiteindelijk ook de sloop en waarom het gesloopt moest worden. Je luistert naar het thema Paranormaal, met deze keer het beroemdste spookhuis van Nederland. Het bekendste spookhuis van Nederland. Het stond in Sas van Gent, aan de Poeldijk 43. Het beroemdste spookhuis van Nederland. Helaas werd het huis in 2011 gesloopt, op verzoek van de omwonenden. Jammer, want dit spookhuis is jarenlang het bekendste spookhuis van Nederland geweest. Het huis werd gebouwd in 1905 en gesloopt in 2011. Het is nog geen 25 jaar bewoond geweest. De bouw van het spookhuis. Het spookhuis werd gebouwd in 1905 in opdracht van de directeur van de glasfabriek. Directeur Saint-Gobain wilde een groot heerhuis laten bouwen. Door architect Jozef August Jacobs. Hij trok in 1905 in het herenhuis, samen met zijn moeder, zijn vrouw en hun 5 kinderen. Het huis is omringd door een schitterende tuin, compleet met vijver en een bruggetje. De tuin was geïnspireerd op de tuin van de Franse schilder Claude Monet in het Franse Giverny. De schilder was een goede vriend van de familie en verbleef zomers vaak in het huis aan de Poeldijk in Sas van Gent. In 1927 vertrekt het gezin weer en verhuizen ze naar Gent. Hierna wordt de woning nog kortstondig bewoond door Heer Adriaan Hendrik Lambertus de Bel. Deze ingenieur was vrijgezel en vond het huis veel te groot. Vandaar dat hij alweer snel verhuisde naar een kleiner pand. De laatste eigenaar van het pand was Luc Christian. Dit is de laatste bewoner van het pand geweest. Luc Christian van IPCA Autobekledingen uit Assenede. De spoken van Sas van Gent. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal. De grens tussen Nederland en België werd afgebakend met een hoog hek en prikkeldraad. Deze grens liep ook vlak langs het herenhuis. Een Duitser die wilde deserteren probeerde ongezien de grens over te komen. Hij werd net buiten het herenhuis dood aan het prikkeldraad gevonden. Volgens verhalen zou hij een van de spoken van het spookhuis van Sas van Gent zijn geweest. In 1944 ontplofte op de weg vlak voor het spookhuis een tank met hierin 4 Canadese militairen. Ze zijn hierbij alle 4 om het leven gekomen. Ook hun zielen zouden nog steeds ronddolen. De eerste spookverhalen. Kort nadat de heer de Bel de woning verliet, werd er al gesproken over vreemde verschijnselen rondom het spookhuis. Maar pas vanaf 1996 kwamen de spookverhalen echt op gang. Mensen spraken over gezichten voor de ramen of schaduwen van mensen op de muren. Men hoorde er voetstappen
aan het dichtslaan van niet aanwezige deuren. Telefoons zouden er geen bereik hebben of plotseling beginnen te rinkelen. De tijd staat er stil, want horloges stoppen met lopen zodra men het spookhuis binnengaat. De sloop. Op vrijdag 18 maart 2011 ging het pand uiteindelijk tegen de vlakte. De achterkleindochter van Jozef Auguste Jacobs heeft nog geprobeerd de sloop tegen te gaan. Deze dame was de kleindochter van Gabrielle Jacobs, die op haar beurt weer de kleindochter was van Jozef Auguste Jacobs. Maar zij stond niet alleen. Ook ondernemer en entertainer Johan Flemmix heeft geprobeerd om het pand te kopen. Helaas kon hij niet snel genoeg voldoende geld vrijmaken om tot de koop over te gaan. Redenen van de sloop. Nou, de redenen van de sloop was dat de omwonenden het zat waren. Het pand werd vrijwel iedere nacht bezocht door mensen van allerlei pluimage, variërende van spokenjagers en zwarte heksen die er seances hielden, tot opgeschoten jongeren die er dronken rondliepen, muziek draaiden en naar vuurwerk afstaken. Via een rechtszaak werd de eigenaar gedwongen om de overlast te stoppen. De heer Christiaan heeft geprobeerd met prikkeldraad en hekwerken bezoekers tegen te houden, maar het mocht niet baten. Uiteindelijk zagen ze de sloop als enige oplossing. Dit was het verhaal over het beroemdste spookhuis van Nederland, Sas van Gent. Hopelijk vond je het verhaal interessant. Mocht je mijn stem vaker willen horen, dan staat het jullie natuurlijk ten alle tijde vrij te abonneren op mijn kanaal. En heb je nou zelf een verhaal? Aarzel dan niet en mail dan naar dit e-mailadres. Of stuur me een persoonlijk bericht via Instagram. Beide adressen staan nu in beeld. Bedankt voor het luisteren, vrienden, en graag tot de volgende keer.